Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 10 juli. Zaaien en oogsten. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Galaten 6, vers 7. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Deze Bijbeltekst zegt ons duidelijk dat wat we zaaien, we ook zullen oogsten. Letterlijk geldt dit voor de landbouw en het telen van gewassen. De meeste mensen weten dat dit ook geldt voor het geven van geld en gul zijn. Maar wist je dat dit principe ook van toepassing is op de manier waarop we anderen behandelen? Onze houding en woorden zijn de zaden die we dagelijks zaaien en die bepalen wat voor soort vrucht of oogst we zullen hebben in onze omstandigheden en relaties. De duivel houdt ervan om ons bezig te houden met zelfzuchtige gedachten, trouwe vrienden te behandelen alsof ze onbelangrijk zijn, woorden van strijd te zaaien in onze familie en negatief te denken over onze baas of voorganger. De duivel wil dat we slechte zaden zaaien in elke relatie en omstandigheid. Zoveel mensen gedragen zich op deze manier en vragen zich af waarom mensen hen niet aardig vinden of hen behandelen op de manier zoals zij behandeld willen worden. Het antwoord is eenvoudig. Zij zijn aan het oogsten wat ze gezaaid hebben. Mag ik je vragen wat je vandaag aan het zaaien bent? Kies ervoor om vanuit Gods genade, liefde, vergeving, vriendelijkheid en geduld te zaaien in iedere relatie en situatie. Je zult merken dat als je anderen behandelt zoals God dat van je vraagt, je een leven zult oogsten vol van bemoedigende, unieke relaties en bevredigende resultaten. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik wil goede dingen zaaien en goede dingen oogsten. In plaats van egocentrisch te zijn naar anderen, vraag ik u mij te helpen om vriendelijkheid en liefde te zaaien in mijn relaties met alle mensen in mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.